Ja, dames en heren, het is weer tijd voor een nieuw potje Gamersnet Gear. En naast mij is aangeschoven Mike Gevers, onze, nou ja, een beetje tech-aspirant, reviewer, criticus. En hij heeft iets meegenomen, want hij is namelijk een tijd lang aan de slag geweest met de Razer Thrasher Ultimate. En je ziet hem hier al staan. Het is een mooie draadloze headset met het basisstation. Dit is niet een prop van ons, die krijg je er zo gewoon bij. En het is een headset en het is nogal een aparte headset. Mike, brand los. Ja, nou, allereerst, hij is €280. Ja, dat was ook precies waar ik op doelde met apart. Ja, dat is... Wat is dat voor prijs? Ja, wat de reputatie van Razer een beetje is, dat keert hier weer terug. Ja, was het net vanaf? Ja, want dat is een beetje mijn punt ook. Wij zitten wel eens vaker bij Gamers Net Gear en dan hebben we het over Razer producten. En ik denk dat jij en ik het allebei wel eens zijn dat Razer de laatste tijd een beetje van het imago af is van inderdaad, het is te duur voor wat je ervoor krijgt. Ja, zeker met ook bijvoorbeeld de Razer Phone is duur, maar voor wat je ervoor krijgt. Ja, en tegenwoordig hebben ze ook heel veel dingen die goedkoper zijn. Ik bedoel, de Razer Basilisk is zo'n muis dat ik zei van €70 is dat echt een prachtmuis voor wat ze ervoor geven. Dus dan komen ze van dat label komen ze een beetje af. En tegelijkertijd lanceren ze dan dus een headset. Ja. €280. Hoe maak je €280 in godsnaam hard? Ja, nou, ik vermoed dus draadloos is natuurlijk, ja, dat is duurder dan een bedraden headset. Ja, meestal zit je dan al aan de 100 te denken natuurlijk. Ja, en dan is dat de low range draadloos. Maar oké, dus dan heb je nog een €180 die je moet overbruggen. Waar zit dat dan in? Nou ja, Corsair heeft zo'nzelfde standaard wel dan met RGB-verlichting. Ja. Dus verkoop ze ook voor €80. Ja, okay, is ook niet goedkoop. Nee, ja. Dus daar heb je al... Een extra prijs, inderdaad. Verder het draagcomfort misschien. Ja, nou dat is natuurlijk altijd een ding van gaming headsets. Gaming headsets in het algemeen is altijd, er zijn een aantal pointers waar ze op kunnen winnen. En dat is altijd de spatial awareness, hoe goed is het geluid om je heen. Maar ook heel vaak comfort. Nou ja, hij heeft toch 7.1 virtueel in ieder geval. Niet dat ik weet. Oh, oké, okay. Dat is dan toch wel heel apart. Hoe kun je dat niet flikken voor die prijs? Oké, maar waar gaat het dan anders in zitten? Want ik bedoel, er zit ook een microfoon in, er zitten mooie drivers in. Ik zie weer die 50 mm drivers. Ja. Volgens mij zijn dat dezelfde als met de Kraken en eigenlijk alle andere headsets die Razer nu lanceert, toch? Ja, ik heb de Kraken Pro, 7.1. Ja, de 7.1. Ik heb de Pro. Die heb ik daarnaast geprobeerd, gewoon twee keer hetzelfde audiobestand. Ja. En ik hoor geen verschil. Nee, dus ja, ik neem aan dat dat dan toch precies dezelfde drivers zijn. Het zit ook een beetje in het design. Je merkt dat echt heel erg die earcups zijn die ze nou gebruiken. Plus het zijn van die 50 mm drivers, dat natuurlijk wel iets groter is dan de gemiddelde headset. Maar goed, jij was met die Kraken 7.1 van jou, was jij al aardig over te spreken over het geluid. Ik neem aan dat het hier gewoon ook draadloos weer helder terugkomt. Het komt helder terug. Als je heel erg goed luistert, dan hoor je wel wat extra ruis. Ja, dat is vaak. Vooral op hogere volumes. Ja. En ja, dat heb ik dus ook geprobeerd. Exact hetzelfde volume, exact hetzelfde audiobestand. En ja, dan hoor je wel op hogere volumes net wat meer ruis dan bij de Kraken. Ik denk dat je dat ook, als je niet tegen ruis kan, moet je sowieso natuurlijk dan nooit voor als je zo'n audiofiel bent, dan besteed je €280 maar ergens anders. Ja, ja, precies. Iets met een kabel hoogstwaarschijnlijk. Ja. Ook waarschijnlijk iets niet van een gamingmerk als je echt audiofiel bent. Oké, maar het is dus wel draadloos. Dus laten we dan even hebben over de zender. Want ik geloof dat het standaard, het basisstation, is ook je zender voor het geluid. Ja, klopt. Je kan hem zo uit elkaar halen. Oh, dus echt de zender en de standaard zijn ook echt losse dingen? Ja, dit is de zender. En dat was heel handig toen ik hem gisteravond aan het inpakken was en aan het gebruiken was. Want kon ik dit stukje vast in mijn tas doen. Ah, kijk, ja, dat is slim. Kijk, dat is heel, heel handig. Maar dus, je snoert hem, het is trouwens ook een PlayStation 4 headset. Volgens mij heb ik het niet gezegd, maar het is exclusief voor PlayStation 4, maar ook PC. Maar goed, de branding is overduidelijk PlayStation. Ik bedoel, het logo staat erop, het is blauw. Zwart met blauw dan. Maar je sluit hem dus aan op je PlayStation 4 of je PC met een optische kabel of een USB-kabel, right? Ja, klopt. Ja, maar het basisstation moet volgens mij ook nog zijn eigen power krijgen of doet hij dat via een USB? Nee, er zitten twee USB-poorten in. Eentje voor stroom en eentje voor geluid. Oh, ja, oké. Okay. Oké, dat is wel apart. Dus je kunt hem op de optische kabel aansluiten, maar dan moet je hem alsnog ergens op een USB aansluiten om hem wel van stroom te voorzien. Ja. Oké. Okay. Dus, is dit niet lastiger dan gewoon zo'n klein sticky wat je erin trekt? Dat denk ik wel. Alleen, ja, het standaard heeft natuurlijk ook wel een uiterlijke waarde, denk ik. Ja, nee, het staat best wel strak. Het is wel een mooie strak standaard. Ik zie het wel op de tv-meubel staan. Ja, precies. Het is, zit hier aan de voorkant een heel subtiel blauw ledje. Oké, ja. Dus het past eigenlijk overal bij. Ja. Dus dat is een ding. Maar qua
gebruiksgemak zou zo'n zendertje makkelijker zijn. Ja, maar goed, dan zit je ook wel weer een beetje dan, als je een zender pakt, zou het al standaard op USB audio zijn, terwijl de mogelijkheid tot een optische kabel is ook prima. Wat trouwens ook wel apart is, want je zei net van ik heb hem op mijn PlayStation 3 ook aan kunnen sluiten, omdat daar ook gewoon een optische kabel op zit. Tenminste, ik geloof ook dat met de PlayStation 4, niet alle PlayStation 4's hebben een optische uitgang, toch? Is dat alleen de Pro? Ik heb de Pro, dus dat zou Je hebt ook geen PlayStation 4, dus ik weet ook niet de hele interface daarvan. Maar in ieder geval, hoe dan ook, je kunt hem altijd aansluiten op USB. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor PC, maar dan moet je ook weer kijken of je een optische uitgang op je moederbord hebt of op een geluidskaart en dergelijke. Wat dat betreft is het wel qua gebruiksgemak heel apart, het is heel niche. Het is dan €280, hij wordt op wat aparte manieren aangesloten. Heeft hij iets waarvan je zegt van... Weet je wel, dat is echt een USP, een unique selling point. Misschien de accu? De accu is volgens de specs officieel van Razer 16 uur. Maar ik heb het idee, ik heb het niet gemeten, maar ik heb echt het idee dat hij langer meegaat dan dat. Misschien luister je games al gewoon te zacht. Dat ja, misschien is het inderdaad mijn volume wel, wie weet. Maar ja, ik gebruik dat ding gewoon een week aan een stuk. En die accu gaat maar niet leeg. Okay. Dan wel alleen 's avonds, maar dan nog. Ja, nee, maar dat is 16 uur is flink. Ik bedoel, het is niet het meeste, want we hebben natuurlijk die Plantronics headset een tijdje terug behandeld die 24 uur meeging. Dat is nog wel even wel iets langer. Maar welke headset heb jij 24 uur op? Ja, precies. Nou, het idee van Plantronics was zo van, je kunt hem elke dag van de week kun je 4 uur gamen en dan de laatste dag moet je hem opladen, zeg maar. Dus daar zat wel een soort van, maar goed, dat is ook wie gamet er zoveel. Ik hoop dat ik het ooit kan zijn. Ik hoop dat ik ooit de tijd ga vinden. Ja, precies. Dat vooral inderdaad. Maar goed, 16 uur is wel heel fraai, is mijn vraag. En je laat hem dan vervolgens ook gewoon weer op met een micro USB-snoer, neem ik aan. Ja, klopt. Er zit hier aan deze kant een klein micro USB-poortje en daar kun je hem dan via deze USB-poort aan de achterkant inprikken. Oh, op zich ook wel netjes gedaan. Wat dan wel jammer is de meegeleverde kabel. Want zoals je zegt, er zijn dus twee mogelijkheden om hem aan te sluiten met USB, namelijk voor stroom en voor audio. Mm-hmm. En allebei de kabels die zijn pak een beetje 2 meter lang. Ja, van je PlayStation naar je stand dan. Ja. En dan van de stand naar de headset om hem op te laden heb je dan dus... Dit kleine stukje... Dat is geen 2 meter. Volgens Razer is dat 2 meter. Nee. Alleen, ik heb dit kleine kabeltje ooit bij een powerbank gekregen. 20 centimeter. Ja, dat werkt ook beter. Precies. Ja, oké. Dat is misschien een beetje apart dat ze niet een korter kabeltje ook erbij hebben. Een korter kabeltje had best gemogen. Maar oké, je kunt hem natuurlijk ook gewoon op. Je hoeft hem niet per se aan de basisstation op te laden. Je kunt natuurlijk ook zeggen van ik laat hem lekker op aan de PlayStation zelf. Of aan de powerbank. Je kunt de notabene die powerbank kun je ook gewoon in je broekzak doen. Dan kun je hem door blijven gamen. Dat is ook wel weer natuurlijk een dingetje. Op zich hebben ze dat wel netjes gedaan. Nee, dat als kan ik, niet trouwens. Want dan verlies je zijn stroom. Oh. Oké, ik dacht dus, hier een live hack te hebben, maar... Oké, jammer. Ja, dan doen we nu nog even snel een microfoontest, want dat is toch ook wel een integraal onderdeel van een headset. Deze is opgenomen op een PC, maar dat zou voor de geluidskwaliteit niet uit moeten maken. Hij heeft geen active of passive noise cancellation, want volgens mij ondersteunt de PlayStation dat niet eens. Dus ja, dan kan hij het wel hebben, maar als je er geen gebruik van maakt, heb je er niks aan. Dus de microfoon is wel iets minder gevoelig afgesteld dan die van de Kraken, want... Daar hoor je echt elk stofje dat op de microfoon valt, dat hoor je op de Kraken. Nou, dit is als je hem iets verder van je mond afzet, dat kan helpen tegen popgeluiden of iets dichter bij je mond. Maar hij komt nooit echt voor je mond, dus dat is toch wel prettig. En ik hoop dat dit een goede indicatie is van het geluid dat hij biedt. Maar goed, oké, dus dan komen we terug op die prijs. €280, is dat het waard voor de Razer Thrasher Ultimate? Nou, ik zou zeggen nee. Ga voor die Plantronics unit waar we het net over hadden. De RIC 800. Hij heeft net iets minder functionaliteit. Hij heeft 40 mm drivers, geloof ik. Ja, wel iets kleinere drivers. Maar is ook draadloos. €120 goedkoper. €120 goedkoper. Ja, krijg je dan geen basisstation bij, kun je niet aansluiten op een optische kabel. Dus je levert dan wel wat van de features in inderdaad. Maar het is wel €120 goedkoper. Zijn die features echt €120 waard? Wat mij betreft, nee. Als jij dat wel vindt, ga dan vooral voor de Thrasher. Maar in de meeste gevallen denk ik toch dat Plantronics hier de betere draadloze headset levert. Of doe gewoon aan niet draadloos. Of ga voor een bedrijf. Razer Kraken Pro V2 kost je €80 en dan kun je gewoon zo in je controller prikken. Wat is daar het probleem mee? Waarom moet het draadloos?
Ja, hoe dan ook. Dit was GamersNetGear. Bedankt Mike voor het behandelen van de Razer Thrasher Ultimate. We hebben ook een unboxing live staan en natuurlijk een review die je na kan lezen. Dus mocht je er meer over willen weten, alle specs en zo, of wil zien hoe die uit zijn doosje komt, ga check op GamersNet.nl en tot snel. De? Houdoe. Houdoe. Oh ja, Brabanders. Ja. Yay. Is gewoon Greenland.